dat we nu eten, eigenlijk is dat luxe, dat brood dat we eten. Maar in de dagen dat je je die luxe niet kunt permitteren, kun je wel heel gemakkelijk overstappen naar grotere hoeveelheid knol, grotere hoeveelheid patatten. Weten ondertussen waar dat in een straal van 5 kilometer iedere notelaar, iedere kastanjeboom staat, maar dat er paddenstoelen groeien. Maar dat er eiken zijn, dus moesten alle noten en kastanjebomen leeggeroofd zijn door een ganse meute. Dat weten we wel, de eiken zijn. En weten we, een eikel kun je eigenlijk niet eten, maar je kunt dat wel gaan bewerken dat je het kunt eten. Wij weten wel hoe je die eikel kunt eetbaar maken. En zo denk ik niet dat wij ooit moeten vrezen voor voedselschaarste, wat dat er ook gebeurt. Want alleen natuur. Dat is altijd natuur, wat er ook gebeurt. Stel dat hier in ieder geval vandaag op morgen 5 graden warmer is, de dine gaat verdwijnen, die varen gaat verdwijnen, die klimop zal verdrogen. Maar wat je gaat zien is dat er hier heel snel andere planten gaan komen. Dan gaan er in één keer een hele hoop Noord-Afrikaans of mediterrane planten hier keihard beginnen gaan. En dan schakelen wij gewoon op van varens en van look zonder look naar vijgen en appelsien en zo. Want die zijn hier ook. Op deze moment doen de vijgen het heel goed. Allee, wat ik ook zie dus met de klimaatverandering, is dat de noorderse planten, de planten die meer in noordelijke streken groeien, dat die hier altijd moeilijker en moeilijker binnenkrijgen. Terwijl dat de invasieve planten uit de tropen en zo, en uit de subtropen, hier altijd harder en harder beginnen woekeren. Die zijn hier ook, maar die gaan nog niet zo hard woekeren als echt in de tropen zelf. Maar wat je gaat zien is, van als je een verschuiving krijgt, verdwijnen die noordelijke en gaan al die tropische planten dat heel, heel, heel snel overnemen. En ook op die momenten, op de momenten waarin dat al je patatten eigenlijk gewoon te droog komen te staan, patatten zal nu wel nog meevallen, maar door het je fruitbomen, appels, peren, de noten en zo, al die dingen, dat eigenlijk wel een van je basisvoedselbron is, van zodra dat hier wat te warm wordt, gaan die hier geen vruchten meer geven, omdat die een bepaald aantal uren vorst per jaar nodig hebben. Van als die vorst er niet meer is, verdwijnt dat gewoon. Die bomen staan daar nog, die gaan misschien hun bladeren laten vallen in de zomer als het te droog is, maar die gaan geen appels krijgen of geen noten. Dus moeten we ook zien dat we meer zuiderse soorten hebben. Stel dat we het totaal omgekeerd hebben, dat het er in één keer door een wending van de golfstroom of van de straalstroom, dat we in één keer in een ijstijd terechtkomen op een paar jaar tijd, dan moeten we ons ook kunnen aanpassen. Dan ga je zien dat die vijgen en zo dat hier staan, dat die op een paar jaar tijd gewoon kapot gevroren zijn. Die sterven gewoon allemaal af. Maar dan ga je zien dat meer de naaldbomen al gaan beginnen opkomen. De varens gaan dan goed en dan ga je heel veel beskes beginnen krijgen. Dus het staat hier ook in die tuin heel veel beskes, zodat we ook daarop kunnen anticiperen. En wat dat we nu zien, is dat je heel veel schommelingen krijgt. Het ene jaar is het ene extreme, het andere jaar is het andere extreem. Dus van het jaar was het een zachte winter en we gaan heel veel vijgen hebben. Maar we gaan relatief weinig bessen hebben. Ik ben eigenlijk nog altijd veel bessen, omdat een bes zich heel gemakkelijk laat vermeerderen. En we steken gewoon altijd overal bessen bij. Maar in verhouding moest het aantal bessen per struik rekenen en dan gaan er weinig bessen zijn. Maar wij steken gewoon overal, wat we een plaatsje zien, steken we een takje van een bes in de grond. Ook op openbaar domein en zo, in bosrand, in onbeheerde stukken grond, gaan we overal gewoon takjes van bessen in de grond steken, van de bessen dat jij lekker vindt, die het hier bij ons op onze soort grond in onze omgeving goed doen. Toch ga je getest het in hun tuin, pak de stekjes van, ga die overal gaan in de grond steken. En zo zijn je eigenlijk op een manier die eigenlijk heel onopvallend is, die eigenlijk niemand opmerkt. Dat is zo'n klein taksken. Ja. Het eerste jaar zit dat tussen uw onkruid uiteindelijk. Maar binnen 5 jaar staat er dan een bessenstruik die heel, heel, heel overvloedig geeft. En hoe is die daar dan gekomen? Vanzelf, hè. Dat is daar onkruid geworden. Maar dus door overal te gaan wandelen en taksken in de grond steken, overal waar je denkt van
Ja, hier kan er iets staan, hier zou het wel handig zijn. Hier kan dat groeien, steek dat maar in de grond. En zo helpt het eigenlijk die natuur verspreiden. Want dat is eigenlijk het ene wat dat ze wilt. Dat is nog een van die energiebronnen. Natuur wil ze altijd met meer komen. Die willen ze altijd maximaal verspreiden. Daarom dat zo één plantje zo, in zo één bloemetje, maakt zo één houtje. Als je dat openhaalt, maar nu is het nog wat vroeg, als je dat openhaalt, dan zitten daar 20, 30, 40, 50 zaadjes in. Dat springt open, pats, en dat vliegt ergens naartoe. Zo één takje heeft zo'n stuk of, laat ons zeggen, 20 houtjes. Dus 50 x 20, één takje heeft 1000 zaden. Hoeveel takjes zouden er hierop zitten? Nog een keer. Dus één plant, één zaadje, geeft eigenlijk 50.000 zaden van deze plant. Dus het ene dat je jij moet doen, is als die een tak rijp is, en aftrekken. Hier zit het vol met rijpe zaden. Het ene dat jij moet doen, is gaan wandelen en hier een keer tegenkloppen. Voilà. En een paar jaar later heb jij look zonder look op een plaatsje waar dat de look zonder look goed zou doen. Dus in vochtige schaduw was dat mee. En dat is eigenlijk het enige wat de natuur wil. Dat je haar verspreidt. En al die eetbare planten, die zijn eigenlijk zo een beetje een pact gaan afsluiten met de mens vroeger. Die hebben gezegd, oké, wij gaan onze giftige stoffen naar beneden halen, zodat ik eetbaar word voor u, als jij mij in ruil verspreidt. En dat is een energie die er heel hard in zit. Kun je echt niet voorstellen, als je daar niet zelf mee experimenteert, kun je dat niet voorstellen. Wat voor een feedback dat geeft. Van zodra dat je gans dat wezen, want dat is eigenlijk één groot wezen, dat is geen individuele plant, dat is gewoon ene plant uiteindelijk, deze. Maar die hangt ook samen met een dier. Dat is eigenlijk één grote zwerm, een beetje te vergelijken met een bijzwerm. En die intelligentie van die bijzwerm, van die plantenzwerm, van die natuur. Voice dialing is niet beschikbaar in het vliegtuig.